Ieder jaar organiseert gemeente Den Helder samen met HVC de inzamelingsactie Sleep je Groen. Jongeren krijgen voor iedere ingezamelde kerstboom 50 cent. De 14-jarige Mirre doet ook mee aan de actie, met een heel bijzonder doel. Ik ben bezig met de kerstboomactie om geld bij elkaar te verzamelen voor School at Sea. Wat houdt School at Sea in? Je vaart met een groep kinderen op een zeilschip met 5 docenten en een paar bemanningsleden. En dan moet je zelf het schip varen en op de goede bestemming aankomen. Schoolwerk maken natuurlijk en toetsen. Ja. En je bent nu bezig met kerstbomen inzamelen. Ja. Hoeveel denk je er dat je er hebt ingezameld? Ik denk dat we rond de 140 zitten. Ja. Denk ik, weet ik niet. En dit is de tweede keer dat je de kerstbomen inzameling doet? Derde keer. Derde keer? Ja. En dat allemaal voor School at Sea? Nee, de vorige wel, de eerste keer niet. Oké. En wat voor inzamelingsactie heb je nog meer gehouden? Ik heb op rommelmarkten gestaan in de zomer. En dat waren, wij doen niet zoveel acties. Ja. Ga ik nu vooral naar bedrijven toe. Oké, om echt sponsoren te vinden. Hoeveel denk je dat je ondertussen hebt ingezameld voor je reis? We zitten rond de 1600, volgens mij. Ja. En hoeveel heb je nodig uiteindelijk? 25.000. Dat is wel heel wat. Ja. Gaat dat je lukken voor die tijd? Hopelijk. Ja, want wanneer ga je weg als het allemaal doorgaat? Aankomend oktober. Oké, dat is nog wel even. Ja. En de laatste! Mirre, hoeveel heb je erop gehaald? 215. En is het denk je een record voor Den Helder? Hopelijk wel.